Hola amigos, welkom bij een nieuwe aflevering van Amnesia Ring. Oké, ik doe weer bij de hand en de biel en alles. En ja, we gaan nu lekker verder met Amnesia. Oh hey, niet zo trillen jongen. Niet zo trillen. Eigenlijk moest ik net alles replayen omdat ik nu het op mijn laptop speel. Want ik ben nu bij mijn andere huis. En als je iets opvalt, hier of hier... Mijn headset dingetje is eraf gebroken. Maar ja, hier ligt een blaadje. Wist ik. The drain is now well and truly clogged with from the case of blood and tissue. Not even a drop of water can pass through that tangled mess. Er staat dat... Dat er een soort spul van bloed en tissue of zo heel dik is geworden. En er kan ineens... een druppel water doorheen. There has been amusing speculation among some of the workers here that are is compressed. Dus er staat dat er werkers van hier zo van de drain of wel weet ik veel, die zitten daarin verwerkt in dat bloed en alles. River of blood flowing beneath the drains which will swallow us all up if we break through the blockage. Dus als we kapot maken, dan komt er heel veel bloed of zo. How can in any case, it's not like bit of blood ever hurt anyone. But seriously, something needs to be done with the clock drain immediately. Someone needs to tell the overseer. Oeh, wat ben ik nu bang. Kijk, dit is dat vieze spul. It feels like hardened mixture of body tissue and blood. Ho, hey, rustig. Gaan we omhoog of zo? Oké. We gaan naar boven. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Oké. Ik moest net replayen. En ik heb even opgezocht. Dit hadden we ook nog nodig. Secret Christmas Wax Roll. Ik weet niet wat het is. Maar ik kwam toch niet verder. En toen zag ik van... Hey, die mensen hebben wat aan. Ze hebben zo'n dingetje. Nou, die heb ik niet. Dus ik heb hem ook even opgehaald in dat kamertje waar die vrouw zo... rustig! Waar die vrouw zo... deed. Oké. Wat dat ook was. We hebben een crowbar van Madame Jeanette. Hé, hey, weet je wel. Dat lekkere dingetje hier. Deze. Ik ga er niet heen hoor. Want ik ben gisteren al op de thee geweest. Oké. Maar we hebben een crowbar daar gehaald. En weet je nog dat er een deur was bij het begin? Die dicht zat, gewoon een hele normale doodnormale deur. Die moeten we openbreken met een crowbar. Oh, rustig. Rustig, een boutje, rustig. Ik wil niet dat je breekt en zo, want je bent zo lief en zo. Grapje, ik hou niet zoveel van je, want je, ja. Het stinkt hier, het is mistig. Bah, blit, blit. Nou, kijk jongens, ik heb het over deze deur. Lekker aan deze deur. 1, 2. Crowdy crowbar. Crowdy. Hupsakee, that's how we do it. Hallo, kijk, ik ben een klein kindje. Oké, wat een leuke gezellige kamer. Kijk nou. Zo, nou, wow. Zeker van die kei of zo. Nou, die wil ik heel gauw hebben. Heel gauw hoor. Oké, er ligt een blaadje. Lekker blaadje, oké. Recent prison breaks have necessitated by barricading this room. I wish it wasn't the case, but the way in which the prisoners have been acting of late has me a little concurrent. In spite of their weakened state, these prisoners can be worked up into real frenzy. Two of men were killed and partly eaten yesterday. I have requested more guards be transferred from the castle to maintain order down here. Secondly, I've been informed that the drains are once again clogged with flesh and blood. Dus dat beneden daar. In the past, I have ensured to act in search of incompetences immediately. However, the sickly atmosphere is conducive to breaking the spirit of the prisoners. The air feels as tough, it could be cut with a knife. We shall leave it as it for the time being. Overseer. Oh, dit is het. Het bureautje van de overseer. Wat gebeurt er? Oh, mist. Kijk uit. Kijk uit. Het is mist. Het is mist. Oké. Nee, rustig. Oké, wat hebben we hier nog te bieden? Gezellig. Hey, overseer. Wat een mooi plaatje. Kijk, het lijkt er precies op. Oh, oeps. Wat deed je nou weer? Oké, er stond hier nog wat in. Een metal bucket. Nou, hey. Zo, hey.
Zo hé. En wat zit hier nog in? Oeh, kijk nou, we kunnen onze teennageltjes knippen. Knip, knip. Oké, ik doe weer idioot. Ik weet niet waarom ik idioot doe. Het is gewoon weer wat. Wat zit er achter deze deur? Ik wil even heel snel kijken. Zo, kijk die manpower, jongen. Wat zit er achter deze mooie deur? Een gang. Oh, wacht, dit is... Oh, daarom konden we niet langs. Er stond dat er iets voor zat. Nou, dat is deze mooie doos van Ikea. Waarom zeg je het Ikea? We doen deze deur dicht. Dat is leuk. Oké. Yeah. Oh, rustig maar. Of rustig. Hout. Vies, vuil ding. Ik ga je naar beneden gooien, hoor. Nog 1, 2, 3 en ik pleur je naar beneden. Ben je helemaal zat. Oké. Maar wat ik denk... dat we dat spul daar... dat moeten openbreken. Of zo. En dan we dan verder kunnen naar boven. Omdat we dan de drain hebben opengegooid. Oké, maar we moeten even een manier vinden. Oeh. Hallo. Hallo, kamertje. Oh, dit is koetje. Verkeerde kamer. Verkeerd, want we moeten niks bij de koe doen. Is er hier nog wat te doen? Hier wat te beleven. Oh, rustig. Er zat weer een enge man. Vast. Jeetje. Wat is hier? Oh, een briefje. Briefje. Please know, the acid bath is designed for torture and not execution. To this end, please refrain from filling the bath to the brim in order to submerge the prisoners as it kills the prisoner too quickly and leaves a mess in the bath. I see a connection between the misuse of this bath and the increase of tissue in the drain down his ass. If I catch anyone using equipment carelessly or disposing or wasting, they will be clean up dirty for a month. Overseer. Oké. Dus dit is acid. Of ja, dit is acid. Dit is acid bath. Dus dit is nou een duikje niet met gif. Ja, er stond ook in dat je. Oh, wacht. Nee, kan het niet. Kan het niet. Oh, het kan wel. Ik krijg nog wat. Maar waar is mijn bucket dan? Oh, we hebben hem al. Oké. Maar er stond van dat je met de acid de drain kan opengooien. En kijk nou, Roy is een beetje slimmer jongen vandaag. Hey. Ook een beetje research hoor. Stiekem, ja. Het is een moeilijke story hoor. Maar, oké. Maar, wat we dus moeten doen is dat spul in deze tissue blood gooien. Beetje tissue met een beetje bloed. Oh, DMG. Oh, kijk. Oeh, er zit een key in. Wat is dit voor een key? Northern prison cells. Oh jee, godverdamme. We gaan maar naar boven, hè. Het was gezellig hier. Maar vandaag, ja, nu is de tijd om. De dag is... Oh jee. Ja, de dag is een beetje voorbij nu. Oh shit. Nee. Ja, wat? Gaat het nou echt omhoog? Oh nee. Nee, Jant. Oh nee, ik wil niet verdrinken. Oh shit. Ik word geraken. Ik word... Oh shit. Nee. Help me. Oh jeetje, wat een dolf. Oh, al die rots hier. Oh, kijk nou. Oh, niet vallen, Roy. Oh shit. Alles gaat mis. FPS is laag. Yes. Oh shit. Oké, hierheen. Hier naar boven. Wow, dit is vet cool. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Hier gewoon naar boven, Roy. Dat moet je doen. Oh, kijk nou. Waar moet ik heen? Oh, hierheen. Jeetje, wat een dolhof. Ja. Oké. Nee, niet in het bloed. Kom op, Roy. Kom op, alsjeblieft. Doe het. Ja. Snel naar de deur. Deur open. Waarom deed ik hem net dicht? Verdomme. Oeh, we hebben het gehaald. We hebben het gehaald. Oeh, dat was excited. Dat was excitement 1000%. Oeh, daar zijn we dan weer. Oeh, wat gebeurt er? Oh, ik viel eventjes. Dat was de bloed en zo. Oké, maar wat gaat er nu gebeuren? Oh, wat is dat? Oh, ik voel me niet zo veilig. Ik ga eventjes terug in mijn stel. Sorry, beest. Maar... Oh. Ik kon het gewoon niet even laten om mijn stel te gaan. Dit was geweest mijn cel. Oepsie. Maar ja, dat was mijn cel. Grapje. Nee! 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 Ik ga er wel op mijn cel in. Oh.
doos. Hij komt toch ineens meer, maar ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Doosje gaat even met me mee. Oh, damn. Oh, nee. Oh, ik heb stroopwafels in deze mooie doos. Mooie, lekkere stroopwafels. Mmm, yummy, yummy. Wil je geen stroopwafels kopen? Nou, je mag het ook gratis hebben eigenlijk, hoor. Want, ja, het zijn morgen over de datum. Shh. Oh, damn. Oh nee, het is locked. Oh. Wacht, heb ik een key. Norton. Oh nee. Oh. Oké, ik zit vast. Wat is hier? Hier vond ik trouwens die waxroll. Daar zo bij het bed. Oh. Ik weet niks. Ik heb nog steeds een crowbar. Maar daar kan ik die deur niet mee openmaken. Want het is zo'n deur. Ofwel. Nee, het is zo'n. Norton. Ik heb hem gewoon, wat zei ik? Maar het is zo'n deur waar zeg maar een loading string krijgt. Dus die kan je niet open, krooien. Krooien, de crowbar kan je dan niet gebruiken. Nee. Dus ja, dat is even pech. En zo. Ja. Oh, with confidence, the first thing he overwhelmed the possibility of madness. And don't mean me. This house moves along. Boeit me helemaal niks wat er eigenlijk helemaal staat. Jeetje, maar wel, kijk, lekker brood. Yum, 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 yum. Oh, we gaan nog verder. Een mooie gang. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Haha. Oké, maar ik wil ook even wat zeggen. Bedankt voor de suggesties die ik bij mijn vorige video heb gekregen. Ik heb een beetje naar gekeken en alles. En ik heb ook zelf nog een beetje gekeken. Ik wil misschien The Walking Dead gaan doen. Of een andere Harry Potter. Omdat jullie dat super leuk vonden ofzo. Dus misschien wil ik dat gaan doen. Dus laat hieronder in de reacties achter. The Walking Dead is een PC game. Heel coole storyline. En of een Harry Potter game. Harry Potter 1, Harry Potter 2. Maakt even niet uit. Ik heb Harry Potter 6 al gedaan. Die staat dan ook op All These Games. En wat ik wilde meer zeggen is dat ik volgende week zondag, of nou ja, deze zondag, ga ik met de boot naar Londen. 5 dagen met school ga ik naar Londen toe. Dus verwacht me wel video's, maar niet echt super enorme lange video's. Want ik wil wel uploaden. En ja. Dus heb daar even begrip voor. En daarna heb ik vakantie. Dus er komen er soms wel 2 video's van mij per dag. En natuurlijk Bo ook nog erbij. Dus dan wordt het zo awesome vakantie. Oké, dat was sloeg nergens op. Maar jongens, als je het leuk vond, doe dan een groen duimpje omhoog. En als je het ook leuk vond, doe dan steeds. En ik zie jou de volgende keer weer. Hoop ik. Bye bye. Oh, dat was grappig, wist ik niet meer. Oké, 1, 2, boxy, boxy. Oh, gaan we weer hoor. Hier, kom maar beesten. Hupsakee.